En dan is het weer tijd voor My Team Career Mode. Jazeker hoor, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Aflevering nummer 14 staat op het programma. Maar heb je die vorige video gemist? Zal ik die eerst even terugkijken zodat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtsbovenin het ietsje. Klik erop en zie je die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn game kanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer. En schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van mij mist. Geen enkele aflevering van mij mist. Volg me even op de sociale media. @GNLandschaven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Moeten onderdelen gaan beveiligen vanwege de resource verandering. Regulatieverandering die komt er dus aan. Maar er zijn nog 3 races, inclusief deze, nog op het programma. Dus laten we gaan kijken wat dat gaat worden. Kwalificatie en race verlopen dus droog. Goed om te zien. 1 update helaas gefaald. En Sebastian Vettel stopt ermee na dit seizoen. Die houdt het voor gezien. De Duitser gaat dus weg uit My Team. Zonde, maar goed, dat is zijn persoonlijke keuze. Nu is het door naar de kwalificatie voor aflevering nummer 14 van F1 22. My Team Career Mode. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1. Schemerig hier in Texas. Maar daar hebben wij eigenlijk helemaal geen last van. Waar we wel last van hadden, waren die broodjes schoten daar iets te ver door. Dat betekent minder exit snelheid uit die bocht. De eerste bocht dan. Miste daar een beetje de apex. Iets te wijd. Gaan hier wat tijd inleveren helaas. Komen we aan bij sector 3. Weer hier ietsjes te wijd. Laatste bocht. Dat verloopt ook niet lekker. En dat is de 6e tijd. Voorlopig. Nice. Met een 1.37.7. Dan komen we aan bij onze laatste run. En we moeten ons hier gaan verbeteren. We staan op dit moment op de laatste plek. En de eerste bocht nemen wij wat beter dan de eerste run. De vorige run namelijk. Maar dan hebben wij Pierre Gasly achter ons. S-secties niet goed. En zijn een 10e, zeg ik dat goed, 3/10 sneller dan Ocon in sector 1. Gasly zit wel te kijken. Wij gaan daar iets te wijd. En Gasly wilt ons zometeen voorbij. Jazeker, dat doet hij ook. En gaat hier mijn run een beetje verpesten. Wauw! Maar dan denk ik, dan verpest ik ook jouw run en vallen hem daar gewoon aan. En duwen hem daar mooi wijd. Gasly, last van ons. Maar goed, dat is zijn probleem, niet de mijne. Daar ietsjes te veel overstuur. Neem hier een kortere lijn. Wouden dat eigenlijk doen, maar gaan hier wat te wijd. Gasly zit nog wel te kijken, maar wij duwen hem daar ook mooi wijd. Dan zit de kwalificatie erop. En dan noteren wij een P20. Een 20e plek. Kan ik wel mee leven namelijk. Charles Leclerc de snelste in de eerste kwalificatie. Russell op P2, Sainz op P3. En wij dus vanaf een P20 op de startgrid. Toch goed gedaan. Pak een Theo Poortje. Is het op naar de race voor aflevering nummer 14. Hier in Amerika. Ik zou zeggen, laten we lekker beginnen. Daar gaan we dan.
Welcome once again then to the United States Grand Prix here in the magnificent city of Austin. It was here in 2018 that Kimi Raikkonen delighted the world by taking the top step of the podium for the first time in 114 races. There's always a record to be broken. So what, I wonder, is in store for us today? We're racing today then in Travis County, Texas, where 20 corners and speeds of up to 200 miles per hour await us on this magnificent racetrack. It's 60% full throttle with plenty of good opportunities to pass, especially through the two DRS zones into turn one and the long back straight into turn 12. What a race we have in store today. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. George Russell will begin today's event in pole position, and it's Charles Leclerc in P2. Considering the rest of the grid, we have Fernando Alonso, Sainz. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Daniel Ricciardo and Stroll, Norris, Ocon, Verstappen and Guan Yu Zhou, Perez, Tsunoda, Valtteri Bottas, they've taken a grid penalty, the Professor, Magnussen, Mick Schumacher, Teo Pourchaire and Pierre Gasly, Albon, they'll be starting further back after an earlier grid penalty, Latifi, Vettel and Lewis Hamilton rounds off the grid. It's almost time for those five red lights to go out then. Let's see who can prevail today. It's just about time to go to the track for the beginning of the race, but before we do, Natalie Pinkham, what types of strategy do you think we can expect going into today's race? Well, there's a lot that both driver and the team have to keep in mind when going into a race. The tyres, fuel, energy recovery system, the list goes on and on. But I think the key to today's victory will come down to the pit stop strategy. Come in too soon and you might find yourself needing more than one stop. Too late and you're putting yourself at a disadvantage by spending longer on worn tyres. Nou, gaan we dan, hè? Daar zijn we dan voor de grote prijs van Amerika. Medium hard in één stopper. Hopen dat dat het beste uit kan komen voor ons. En dan gaan we gewoon beginnen voor de Formation Lab hier in Texas. Starten dus vanaf een P14, omdat mensen gridstraffen hebben gepakt. En dan gaan we ons voorbereiden voor de startprocedure. En dan gaan we kijken wat het dus gaat worden. Kunnen wij naar de punten rijden of vallen wij heel ver terug? En dan zijn we aanbeland bij de laatste bocht. Zometeen de gridslots. En dan is het op naar aflevering nummer 14 van F1 22 My Team Career Mode. Niet goed in onze gridslots gegaan. Jammer maar helaas. Dan gaan we beginnen voor aflevering nummer 14 van F1 22. Martin Caremo. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen prima weg. Beter dan Valtteri Bottas. Beter dan Yuki Tsunoda. En het is al een P12. Maakt een divebomb. Perez en Verstappen aan de binnenkant. Max laat niet zoveel ruimte over. Hij zit aan die binnenkant. Maar dan hebben wij die knik en het is de 10e plek, jazeker. Stappen kan terugkomen, maar de deur wordt daar helemaal dicht gegooid door ons. En hij kan er niet voorbij. Norris en Guan Yu Zhou hebben het met elkaar aan de stok. Kunnen wij daarvan mee profiteren? Dat is de vraag. En een klein moment overstuur op de exit en Verstappen is er voorbij. Maar we vallen hier terug aan. Verstappen doet daar een manoeuvre naar de linkerkant. Wij zien dat gelukkig op tijd. En toch is dat een 10e plek. Jazeker, goed gedaan. Op naar Lando Norris. En Verstappen kan hier niet terug aanvallen. Zit daar net te ver weg. Tot nu toe een prima start. Jazeker. Perez en Max snokken samen om die 11e positie. En dan zitten we in ronde nummer 3 van de wedstrijd. Als het daar geel is. Gele vlag wordt gezwaaid.
Er valt iemand uit. En dat is Alonso volgens mij. Alonso uitgevallen, jazeker. 0 punten voor de Spanjaard. En we kunnen weer racen. Trouwens, Charles Leclerc kan vandaag wereldkampioen worden. Voor het eerst in zijn carrière. Moet daarvoor hopen dat... ja, de beide Red Bulls 0 punten scoren. En dan zit hij wel goed. Perez op P10, Verstappen op P11. Wij houden de beide Red Bulls in bedwang. Dat doen we goed. De tweede ronde nummer 4, begin ronde nummer 5 van de wedstrijd. Als Perez het daar aan de buitenkant probeert, is er langs. Maar dan hebben wij die binnenste lijn. En dan is die P9 weer voor ons, jazeker. Mooi gevecht voor punten. Norris op 1,4 seconden. De rest is op 3 tiende. Max op 7 tiende. En zometeen kan Perez hier aanvallen op dat rechte stuk. Dat doet hij hier al. Jazeker, aan de buitenkant. Hij probeert het. Wij gaan daar iets te veel rechtdoor. Ziet er daar een beetje wijd. En Perez kan hier aanvallen. Zometeen naar de buitenkant. Op dat rechte stuk heeft DRS. Kijk naar de binnenkant. Daar is weinig ruimte, maar toch vindt hij ruimte. En wij vallen daar terug aan. En het is P9. Verstappen en Perez. Samen knokkend om dat laatste punt. Norris rijdt al van ons weg. Dat gat is 4,1 seconden. Is al groter en groter aan het worden. Wij hebben nog steeds 2 punten zometeen als wij finishen op onze naam gezet in deze grote prijs. Dan pakken wij in totaal 10 punten. In seizoen 1. En nog 22 rondes te gaan in de wedstrijd. En dan zet ik nu even het spel stil. Want iemand wou de camera's settings zien. Hoe die eruit zag. Nou, alsjeblieft. Neem hem maar over. Maak er een screenshotje van. En doe het zelf even op je console of op je pc. Maar dit is dus de camera setting die ik gebruik. Voor de TV-pad. Dat is ook de enige camera die ik gebruik. In My Team Career Mode. Dus alsjeblieft. Je hebt dus nu gezien hoe mijn camera settings eruit zien. Terug dus naar de wedstrijd. Nu nog steeds. Verstappen. Achter ons. Perez. Achter ons. Guanyu Zhao. Rijdt van ons weg. Dat gaat dus 1,9 seconden. En Verstappen zit te kijken. Met nog 22 rondes te gaan. Dus de wedstrijd is nog bloedje lang. Verstappen probeert het aan de buitenkant. Jazeker. Maar die bocht is voor ons. Gooi daar wel onze exit mee. En Max kan hier profiteren van dat rechte stuk. Wij gaan al een beetje van de lijn afwijken. En Verstappen is er voorbij. Perez kan ook kijken. Wij vallen Max daar terug aan. Jazeker. Een beetje botsen met elkaar. We zitten nog aan die binnenkant, maar wij knijpen die bocht af en Max kan niet profiteren daarvan. Goed gedaan. De tweede ronde nummer 13 als wij naar binnen duiken voor mijn laatste pitstop van de dag. Deze pitstop moet gewoon goed gaan. We moeten voor Verstappen zien te eindigen. Op de baan. ...2,3, jazeker. Een goede pitstop. En komen terug op een P12. Vettel en Stroll moeten nog wel een keer naar binnen. Dus dat betekent dat wij sowieso een tiende plek in handen krijgen... ...als die twee naar binnen zijn gedoken voor nieuwere banden. P12
En Taylor Poitier is ook naar binnen gedoken voor, ik denk, de harde band. Hamilton rijdt op een P13. Die heeft zijn pitstop al gemaakt en is pal achter ons terechtgekomen. Daar zit Hamilton te kijken. Is er voorbij. Maar we proberen hier laat te remmen. Beetje wielbengen met elkaar. We raken elkaar dus daar meerdere keren. En nog 10 rondes te gaan en Hamilton zit klem achter ons. Magnussen komt dichterbij. En er zit inmiddels in de laatste ronde van de wedstrijd als Magnussen dit keer naar ons is toegereden. En probeerde dat wel bij de S-secties, maar durft het daar net niet af te maken helaas. Jammer voor de Deense coureur. Ik ben niet allemaal gevonden, want daar hebben we alleen maar profijt van. Perez dus. Op P10 Verstappen, geen flauw idee waar die is. Ik denk dat hij gewoon helemaal is teruggevallen tijdens de pitstops, denk ik. En Magnussen probeert het aan de buitenkant. Kan daar net niet van profiteren. George Russell wint de wedstrijd. George Russell wint zijn allereerste overwinning in F1 22. Ricciardo pakt het snelste race op het punt. Waar eindigt Charles Leclerc? Geen flauw idee, maar ik denk dat hij wereldkampioen is geworden terwijl Perez daar aanvalt voor een P8. Maar wij pakken hem daar mooi terug. Perez zit klem. 10,3 seconden na Stroll. Boeit niet. Dat boeit helemaal niemand. Ja, boeien. En volgens mij, want Verstappen rijdt niet in de punten. Perez finisht ook heel erg laag. Dat betekent dat Charles Leclerc wereldkampioen is geworden in My Team Career Mode. De allereerste monegaske wereldkampioen. Jazeker, Magnussen kan daar nog aanvallen voor een P9. Magnussen versus Perez. Wat wordt het? Het is Kevin Magnussen die 9e wordt. Perez terugverwezen naar de 10e plek. En we hebben een nieuwe wereldkampioen. De naam heet Charles Leclerc. Goed gedaan van de Monegask. Is het op naar de volgende race. And so the celebrations begin. And well earned they are indeed. It may have looked simple at times, but as any racing driver will tell you, competing at this level, at the very top, is anything but simple. There's no catching them now then. We have a new World Drivers Champion. That's it for another Grand Prix and a fantastic win for Mercedes. So, Natalie, what do you think helped them deliver this result? I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature, and the driver did a great job managing that as well. It just looks so comfortable out there. It's like anything, it always looks so easy when it all just clicks. See the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everyone played their part. Congratulations then to Mercedes, your race winners today. Maar goed, hier hebben we dan dus uiterlijk van de wedstrijd. George Russell pakt zijn allereerste overwinning in My Team Career Mode. Charles Leclerc dus wereldkampioen geworden in de Formule 1. Carlos Sainz naar de derde plek. Ricciardo 4, Norris 5, Ocon 6, Stroll 7. Wij dus naar een P8, Magnussen 9 en Perez op de 10e plek. Poortje op P20. Twee uitvallers, Zhou en Alonso. Nog steeds 14 in het klassement. En Aston Martin pakt ons in de constructeurs. P9 staan wij. Het wordt nog close. We kunnen Aston Martin nog in gaan halen. Alleen ja, dat ziet een beetje, ja, kleurloos eruit. Maar gewoon niet opgeven. Vooral niet doen. Rivaliteit breekt daar met mezelf en Lando Norris. Norris leidt hier gewoon hartstikke dik. 19 tegenover 8 voor mij.
Team Acclaim dus. Wij zijn dus level 9 gestegen dus. Poortje ook level 9. En het team is level 14. Jazeker, top gedaan. Cash, twee keer binnengeharkt door de sponsoren. Top hoor. Poortje helaas wat schade gereden. Moet hij niet meer doen. In totaal $3.69 miljoen op de bank. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze video. Heb jij genoten? Bedoel dan zeker met een like. Heb je niet genoten? Dislike de video dan. En vertel me ook om je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal en wil je meer wekelijkse Formule 1 content zien? Op dit gamekanaal van mij. Gewoon abonneren. Abonneer vooral voor meer. En schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat je geen enkele aflevering van mij mist. Reageer wat even beter kan worden op mijn kanaal. Volgens mij heb ik het al een keer gezegd. Maar hierbij dus nogmaals de mededeling. En volg me even op de sociale media. @GiannanSchaven. Mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Op Instagram, Twitter en Facebook. Gewoon even doen. Het zou leuk zijn. Het zou hartstikke leuk zijn. Maar goed, dit was het Giannan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Dan gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.